ga het met jullie met name hebben over in- en uitademen. Want dat hoort ook bij de Vrije School, hoort bij het Bernhard Lievegoed College. In- en uitademen. Wat is in- en uitademen, Peter? Nou, ja, dat wou ik gelijk even demonstreren. Dus ja. ik merk dat je bent heel druk met die show bezig. Bla, 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 bla. Van tevoren, achter de schermen. Iedereen is zenuwachtig. En dan is het goed om even rustig in- en uitademen. Dus ik wilde je even vragen. Leg je handen op je buik. En iedereen mag even dat meedoen als niet die wil. Ik had gedacht dat we dit gingen doen. Ja, doe maar lekker allemaal mee. Die mee wil doen. Ook meedoen. Ja. Even de handen op de buik. En je haalt even door je neus rustig in. En door je mond dan weer rustig uitademen. Nou ja, dit is natuurlijk tv. Dit moet allemaal, kunnen we niet uren doen. Het gaat er even om. Voel je die beweging van in en uit. En dat geeft een bepaalde rust. Als je 's avonds niet kan slapen, doe je dat in je bed ook. En dan kom je helemaal tot rust. Oké. Die balans tussen in- en uitademen zit ook bij ons in de lessen, in het jaarrooster, in de vakken. Ja. Eigenlijk zit die overal in. Ja. In- en uitademen is een onderdeel van het leven en dat is de school ook. Oké, nou leren jullie dat hier op school en de leerlingen dus inderdaad in-uitademen. En ik zat dan hier heel erg jachtig te doen, dus eigenlijk doe ik dat gewoon niet goed. En moet ik even een beetje... Een beetje in balans. Maar je wil niet alleen maar zenden als docent. Ja. Je wil ook zeg maar de rust laten in de les hebben. Zo was het bij mij dat ik een keer een coach op bezoek kreeg. Henny Prik, onze coach die de nieuwe leraar coacht. En ik wilde het natuurlijk heel erg goed doen. Dus ik ging heel erg mijn best doen. En aan één stuk door zenden. En toen zei hij op het laatste als feedback van... je doet het geweldig. Maar ook jij mag uitademen. En even achteroverleunen en kijken van wat doen de leerlingen nu en wat geven ze je terug. Ja. En dat element, dat willen we in ieder onderdeel van de school hebben. Niet alleen in de lessen, maar ook in de week, ook in het jaar. Daar zit dat in- en uitademen in. Wat hebben we, want er zijn veel kunstvakken. Er zijn veel beeldende vakken. Wat hebben die dan specifiek te maken met in- en uitademen? Nou, wat bereik je daarmee? Waarom doe je dat? Waarom wij zoveel kunstvakken doen? Nou, dat is niet alleen zo van het is leuk om te doen. Dat is het ook. Maar het heeft ook te maken met dat je de hele dag bij de zaakvakken krijg je heel veel dingen naar binnen. En je moet het ergens je eigen gaan maken, het een vorm gaan geven. En dat komt in de kunstvakken eigenlijk het beste tot uiting. Hè? Daarnet is het hoofd hart handen geweest. Je verwerkt iets, je maakt een wiskundeopdracht of zo, dat is een stukje handen. Maar het zit ook in de kunstvakken dat je echt alles wat je opslaat, dat maak je je eigen door het vorm te gaan geven. En dat doe je met muziek, dat doe je met beelden, dat doe je met drama. Daar zit die uitademing in het rood. We hebben een heel mooi, vertel even gewoon rustig door, maar we hebben een heel mooi voorbeeld, dat is een filmpje dat gaat over smeden, want daar heb je bijvoorbeeld, daar zit een enorm ritme in, hè, wat steeds terugkomt. Misschien dat we dat filmpje even kunnen starten. En daar zie je inderdaad het smeden. Ja. En als we het niet zien, wat is het ritme van smeden? Waarom is dat zo belangrijk? Want dat is eigenlijk alleen maar het filmpje, ik start niet, dus dat geeft niet. Nou, hier staat hij wel. Hier zit een heel bepaald ritme in. En dat is precies wat jij bedoelt als je het hebt over in- en uitademen, toch? Ja. Want dat gebeurt hier ook. Ja, je ziet hier heel duidelijk een ritme. Ze hebben de focus daarop. De concentratie om iedere keer op het juiste moment te slaan. Dat moet in een ritme. Hè, want dat ijzer is nu heet. Nu moet het gesmeed worden. En je kan dan niet wachten. Ja. Het is heel zwaar volgens mij om dit te doen. Ja, vooral als je het... Ja? Het is heel fysiek. Ja. En je kan ook zeggen dat uitademen, dat is vaak iets fysiek. Hè? Ja. Met beelden ben je echt met die handen bezig. Of hier zie je dan heel erg met dat lijf. Ja. Ook bij drama ben je echt met je lijf bezig. Dan kom je hier naar school, ben je 12 jaar en dan mag je dat gaan doen. En dan ben je kapot. Ja. Wat leer je daar nog meer van dan? Nou ja, dat het heel belangrijk is dat in die beweging van in- en uitademen, daarmee creëer je ook dat leerstof beklijft. Ja. Als je alleen maar zendt en je stout er alleen maar leerstof in, dat gaat niet, dat blijft niet zitten. Dit sluit heel erg. Dus er zijn momenten nodig dat je ook uitademt en dan in de beweging, zoals we net zagen. Ja. Dit sluit heel erg aan op dat hoofd, hart, handen. Ja. Dit is gewoon... Dit is eigenlijk met elkaar verweven. Ja,
absoluut. En je mag wel zeggen dat dit is wel echt de basis van Bernard Lievegoed College. Ja. En dat je dat terug ziet komen in al die vakken.